Hallo allemaal. Ja, je ziet het, ik heb een Schotse baret weer op. Wat wil dat zeggen? Nou ja, het is vandaag de dag van de talen. Hoe ga je dat nou tekenen? Talen. We verzinnen er wel wat op. Talendag, de dag van de talen. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de talen. Wat kan je daar nou het beste bij tekenen? Hele goede vraag. Ik vond gisteren diëtisten al erg lastig. Maar talen, wat ga je daar nou bij tekenen? Ik vond van de week diëtist al lastig, maar nu hebben we talen. Ja, talen. Ja, je kan natuurlijk spreekwolkjes doen. En dan... En dan verschillende talen opschrijven natuurlijk, hè. En ik ben heel slecht in talen. Dus ja. Hoe de beeldje dan dat eruit? Nou ja, ik denk dat dit wel... Dat dit wel heel goed uitbeeldt wat je met talen kan doen. Wat heel belangrijk is... Kijk, mensen kunnen elkaar soms helemaal niet verstaan... doordat ze verschillende talen spreken. Kijk, dit is ook weer leuk. Een schaduwtje eraan geven. En je krijgt gelijk een diepte-effect. Maar wat is nou een universele taal? Een taal die iedereen spreekt en iedereen begrijpt... Denk even goed na. Waar zijn we mee bezig? We zijn aan het tekenen. En inderdaad, beeldtaal is een universele wereldtaal. Als je met door tekeningen, door beeld te gebruiken, illustraties te gebruiken in jouw verhaal, wat je wil vertellen, ben je taal onafhankelijk. En het is echt een universele wereldtaal. Dus daarom moedig ik je aan om te blijven tekenen. En zo de taalbarrières te doorbreken. Ga lekker tekenen. Ik weet niet of je verder iets met talen gaat tekenen. Maar ik vind het een lastig onderwerp, talen. Dit is een leuk voorbeeld. Maar blijf dus tekenen. Teken is talen onafhankelijk. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!